Goedendag, welkom bij deze extra aflevering van In Gesprek Met. U weet dat bij In Gesprek Met wij altijd de onderwerpen een beetje nader voor u uitspitten, er een beetje meer over vertellen. En vandaag hebben wij twee bijzondere gasten. Vandaag hebben wij te gast de directeur van Telesuur, dat is de heer Mike Antonius. En we hebben de onderdirecteur, technisch directoraat, en dat is Dorik Ram Lakan. Welkom heren in ons programma. We gaan vandaag praten over de operatie van Telesuur in het binnenland. Om te beginnen met meneer Antonius, we gaan gelijk direct de vraag stellen. Hoe moeilijk is het om te werken in het binnenland? Nou, die vraag beantwoord ik heel graag. En dat is een hele bijzondere operatie hoor, in het binnenland. Anders dan werken in de stad. Werken in de stad, de wegen zijn, de locaties zijn makkelijker te bereiken vanwege de wegen. En daarnaast kost het ons ook veel minder geld om installaties te verrichten. Werken in het binnenland, moet u je voorstellen, niet overal, niet kunnen we bereiken via de weg. Dan moet het in sommige gevallen via de boot en niet overal kunnen we ook nog zeg maar, de locaties bereiken via het water en dan moet het via de lucht. En niet overal heb je natuurlijk ook weer landingsbanen en dat zorgt er natuurlijk voor dat het behoorlijk uitdagend is en een hele kostbare operatie. Wat zijn toch wel de uitdagingen die jullie die Telesuur elke keer weer heeft om ervoor te zorgen dat de diensten wel bereikbaar zijn in het binnenland? Kijk, voor op dit moment is het heel uitdagend om verschillende redenen. Kijk, in eerste instantie, we hebben allemaal te doen met de pandemie. We kunnen moeilijk naar het binnenland voor regulier onderhoud. En dat moet je niet onderschatten. Regulier onderhoud, preventief onderhoud. Is heel belangrijk voor de gevoelige apparatuur die we hebben op, bij onze masten of bij centrales. Als je dat niet regulier onderhoudt, dan krijg je last van allerlei oxidatie of spinnenraag of wat dan ook. Je moet on top of things zijn, met name in het binnenland. Meer nog dan hier in de stad. En we hebben een achterstand in regulier onderhoud, met name vanwege het feit dat we niet altijd even makkelijk kunnen vliegen naar het binnenland vanwege de verschillende protocollen. In deze periode van het jaar met de regentijd is het nog lastiger, want dan heb je dat we schade krijgen aan de apparatuur vanwege blikseminslag onder andere. En ja, er zijn uitzonderingen om bij die gelegenheden dan naar het binnenland te gaan wanneer er uitval is. Kijk, bij preventief is er geen uitval. Ja. Dus nu, bij blikseminslag, curatief, dan kunnen we nu wel vertrekken wanneer het kwaad al is geschied. Bij regentijd is het bijzonder lastig om te vliegen naar het binnenland. Dan is het afhankelijk natuurlijk van het weer. Het is afhankelijk van de gesteldheid van de vliegvelden. Daarnaast is het zo dat we sommige masten hebben in de buurt van bergen. Als daar erg bewolkt is, kunnen we er niet naartoe. Dus het is echt een uitdagende situatie om daar naartoe te gaan. En preventief, daarvoor is er een plan natuurlijk. Maar als er dingen uitvallen, moet er op dat moment gereageerd worden. Precies. Oké, maar we zeggen binnenland. Maar misschien is het goed, meneer Ram Lakan, om een beeld te geven hoe het binnenland eruit ziet voor Telesuur om te onderhouden, maar ook als er een probleem zich voordoet. We hebben een kaart, denk ik. En als we dus nu naar de kaart kijken. Ja? Ja. Kunt u misschien uitleggen waar Telesuur allemaal precies werkt? We hebben een kaart hier met ons TV-netwerk. In wit is de fase 1 dat het opgeleverd is geworden. En blauw geeft fase 2 aan. En rood zijn de locaties die nog gepland zijn voor de toekomst uit te breiden. Als je kijkt naar de locaties, dan zie je dat de meeste van de locaties allemaal bergen zijn. Bijvoorbeeld de Bronsberg, dat een heel groot gebied bestrijkt. Brokopondo, boven Suriname, etc. Daarna heb je het Leliegebergte. Leliegebergte bestrijkt grotendeels het gebied van boven Marowena rivier. En dan ga je zo de Tapanahoni rivier naar onderen. Daar heb je Palumeu, Tepu en Apetina. Kijk, de Leliegebergte is een hoge gebergte. Ja. En vanwege de regentijd is het continu bewolkt. Als het bewolkt is, kan je moeilijk landen daar. Okay. Er is geen vaste vestiging daar van de luchtvaartdienst. Dus Telesuur is vaker, vorig jaar hebben we vaker
zelf de landingsbaan onderhouden. Okay. En wat we dit jaar gedaan hebben, hebben we getracht elke keer te vliegen, maar vanwege de bewolking, de lage wolken, kan je niet landen. En we hebben hoge safety protocollen. We hebben 7-8 jaar reeds geleden meegemaakt een vliegtuig dat met 10 contractors van Telesuur een ongeval hebben meegemaakt. En sindsdien zijn onze policies heel strikt op dit gebied. We waarderen onze mensen, we hebben onze mensen lief. En ook de bevolking daar, daarom dat we vaker zijn in het gebied. En dat is de oorzaak geweest van dit. De blikseminslag op de Liegebergtenmast heeft zowel STVS als ATV-zenders doorgebrand. Mm-hmm. Maar mobiel communicatie heeft doorgewerkt. Okay. Mobiel heeft doorgewerkt. We hebben jammer genoeg een storing gehad op Nassau. Nassau-gebergte. Sinds vertrek van Ciralco is er ook geen onderhoud daar. Dus de weg naar Nassau, midpunt, de top van Nassau, is zeer slechte weg. En we hebben vorig jaar een helipad daar aangelegd. Eigenlijk een kleine plek waar een helikopter kan landen. Okay, ja. En daarmee zijn we gevlogen om de storing op te lossen. Maar als je met de helikopter gaat dicht bij een mast die 120 tot 160 meter hoog is, getuid is, mm-hmm. moet je ook rekening houden met wind, richting, etc. Want je wil niet tegen die mast aankomen. Ja. Dus we konden niet vliegen op de afgesproken 2 dagen. Ja. En vanwege eerst slecht weer, daarna inspectie van casa's. De volgende dag zijn we wel op tijd en hebben de storing direct verholpen. Want de bliksem was niet alleen op onze mast, maar ook op onze zonnepanelenvelden. Wat we doen bij regulier onderhoud is, we onderhouden niet alleen de masten, maar ook onze zonnepanelen. We hebben ongeveer 80 masten in het binnenland en 80 locaties hebben we zonnepanelen. Al die panelen worden gewassen, je moet het tijdig schoonmaken, zodat er genoeg energie is. Als het regent, heb je minder zonlicht, waardoor de panelen en de batterijen minder stroom vasthouden, waardoor de masten kunnen uitvallen. Ja. En dat is het geheel dat onderhoud. We hebben 80 locaties, we doen dat samen met de lokale bevolking. De lokale bevolking helpt ons met in onderhoud van de zonnepanelen en ook met transport. Bijvoorbeeld als je landt op de Liliegebergte, ben je bij de mast geland, dan ga je nog eens een paar honderden meter moeten lopen met apparatuur, heb je kruiwagen. En al die wegen zijn nu dicht bebost. Mm-hmm. Dus al die dingen zijn afgelopen weken, gisteren of eergisteren, opengekapt en hebben ze gelopen. Dat is het gedeelte van onderhoud van digitaal TV. Okay. Dus we hebben hier ook het beeld van ons mobiel netwerk, het bereik, waar we het land bezig zijn. Eigenlijk met de auto kan je rijden tot Atsjoni. Vanaf Atsjoni gaat alles via de boot. En dat gaat bij de boot tot, dan zeg je naar Dibbo, etc. En dan ga je met het vliegtuig verder. Je moet rekenen, als een mast bouwen, moet je alles meenemen naar het binnenland. Cement, beton, zand, al die dingen. Want een beetje een palimuur hebben we gebouwd. Hebben we zelf grind moeten meenemen, omdat de grind niet volwaardig is naar wat de kwaliteit nodig is voor de cementbekisting. Dus weet je, al die dingen kost tijd en alles gaat met de vliegtuig. Dus het is een hele operatie, zoals de directeur zegt. Het is niet alleen hetgeen dat we zien, maar is meer ook onderhoud en stand houden. Je kan het bouwen, maar in stand houden. We gaan maandelijks naar de locaties, maar vanwege de pandemie en verschillende protocollen die in place waren, zijn we niet maandelijks, zijn we om de 2 of 3 maanden geweest. Maar in die 2, 3 maanden, als er iets gebeurt, kan je niet direct streets gaan. Je maakt een afweging van. En wat wij zeker altijd doen, is de veiligheid voorop zetten. Ja, absoluut. Yes. Ja. Oké, er is dus al veel gedaan. En als ik dus nu even denk aan de kaart, de eerste kaart die we hadden, directeur. Er zijn plannen om vooral ook in het zuiden van Suriname te ontsluiten. Kunt u meer uitleggen over die plannen? Hoe ver zijn die plannen? Oké, het is misschien handig als die kaart weer geprojecteerd kan worden, die eerste kaart van digitale tv. Kijk, inderdaad, er zijn plannen om verder uit te breiden. Zoals meneer Rablakan gaf, het is een hele kostbare operatie, en die ook heel veel tijd in beslag neemt. We hebben namelijk nog gepland om verder te gaan tot aan het verste zuidpunt dat u ziet, Alalapadu, maar daarnaast ook nog een Kwamala Sumuto. En die punten moeten we allemaal nog naartoe. Deze projecten zijn deels on hold vanwege het feit dat er een behoorlijke financiële crisis is. En het ene ander drukt ook op ons als bedrijf. Mm-hmm. Vooral daar we de afgelopen periode ook nog niet onze tarieven hebben aangepast.
Dus we moeten in ieder geval zorgvuldig omgaan met de financiën. We willen dit heel graag doen, omdat wij vinden dat we communicatie moeten brengen zo ver als mogelijk. Er is een opvatting misschien geweest, en terecht ook, dat je je netwerk begint uit te rollen waar de meeste mensen wonen. Maar wij hebben, aangezien we dat hebben gedaan, hebben wij nu ook de opvatting om ons netwerk uit te rollen, ook naar de gebieden waar de meeste natural resources van ons land zijn. Toch? En zodat we ook de bewoners die met name in die gebieden zitten waar de meeste natural resources van ons land zijn, dat we die kunnen informeren, in contact kunnen brengen met mensen waar ze zich ook mogen bevinden. En dat zij ook deelgenoot mogen zijn van wat wij binnen Telesuur in ieder geval ontwikkeld hebben, namelijk die e-Suriname-visie dat onderdeel is van Securing Our Digital Future. En zoals de UNDP dat ook aangeeft, to leave no one behind. Oké, in het weekend kregen we het nieuws dat een gedeelte van het binnenland is uitgevallen. Alles is nu weer op en running, zowel Telesuur, de telecommunicatie als televisie. Wat kan er gedaan worden om te voorkomen dat dit soort dingen zich herhalen? Want de oorzaak is bekend. Ik wil een verduidelijking geven. Ja. We hebben gisteren gewerkt bij de mast of bij het Leliegebergte. We moeten nog naar welke gebieden? Apetina. Palumu en Kaumhakkum. Daar moeten we nog naartoe. Dus die werkzaamheden worden nog gepland. Ja. En die zijn afhankelijk van de weersverwachtingen. Ja. Oké, en wat wordt er dan gedaan om te voorkomen dat we zulke problemen weer krijgen? Want de oorzaak is bekend, toch? Nou, de oorzaak is bekend, maar je kan niet zoveel doen tegen de weersinvloeden. Deze situaties die we nu meemaken, hebben te maken met blikseminslag. Dus daar kunnen wij moeilijk tegen plannen. En er is een samenwerking met de EBS? Ja, er is... kijk, dat met de EBS, dat is niet, betreft niet dit gebied. Oké. De case waar er een issue was met de EBS, is het gebied bij Bronsberg. Daar hebben we een uitdaging gehad vanwege illegale goudzoekers die een delen van de infrastructuur van de EBS hebben beschadigd. Weet je, en daar heeft ertoe geleid dat onze generatoren eerst inkwamen, maar die hebben maar een tijdspan van ongeveer 11 uren. Okay. Toch is als in die tijd de primaire stroomvoorziening niet inkomt, dan resulteert het erin dat je weer een uitval hebt. Ja. En het is nogal uitdagend geweest om dat probleem op te lossen. Maar gelukkig is dat 30 juni gebeurd, waardoor niet alleen digitale tv in dat gebied, maar ook de telecommunicatievoorziening weer opkwam. Ik doe een beroep, zeg maar, op iedere kondreman. Laten wij met de delen van de infrastructuur van de nutsbedrijven zorgvuldig mee omgaan. We zitten allemaal in een financiële crisis. Het is drukt op ieders budget zwaar. En ook herstel en onderhoud hiervan kost heel veel geld. In het verlengde daarvan, we treden over de meeste van deze dingen niet in de publiciteit. Maar we hebben ook bijvoorbeeld regelmatig dat er zonnepanelen gestolen worden. En als die zonnepanelen gestolen worden, resulteert het er ook weer in dat de infrastructuur, dat de dienstverlening uitvalt. Weet je, en dan resulteert het voor ongemak voor de plaatselijke bevolking. Maar natuurlijk moeten wij, ook ongemak voor ons, maar natuurlijk moeten wij dan erop zien in te spelen. We hebben niet zo lang dat gehad op Apura, dacht ik. En het is gewoon diefstal geweest. Dus ja. Het is best uitdagend. We proberen natuurlijk de security levels te verhogen, binnen natuurlijk beheersbare budgetten. Maar meneer Ramlakhan, je bent ook zo net dat we ook samen naar het SMA voor dit gebied, dit SMA zijn dit rapis revi. Van adu kondang dat de zonnepaneel, dat dit zonnepaneel ik weet zonder voes maar zabi. Dus dat heb ik het probleem zou hebben. Vorig jaar, oktober, een mast, Apumatapu mast, lang op de Biki gebied. Wat kon er maar voor nu? Go voor opbroken alle zonnepanelen, 300 panelen voor Telesuur. Ik heb om een beetje schade, bijna 60.000 talen schade bij mij. En lokale bevolking nog bij Chatori, net een euro aan drie, aan mijn gunak alle panelen bos. En de zand is zak alle lisi. En daarom wil ik de kondreman toe. Luku, unu mas toe. Maar
If you do one kwai, as a ano telesur wa lasi, a bevolking lokale bevolking lasi. This refer fear into to if den paneel broken. Boko, on you kan bel mori kana, ik kan niet meer internet, TV heeft adong uit en de ching 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 sawabi. No mas tuka. Ja. Je hebt internet voor nodig voor stuka, je hebt TV voor nodig voor volg school TV. Dan komt dat klip best aan rustig. Ja. Want gemiddeld alle wiki wap want die staan. Dem je plukken des aan eigenlijk, want na de egi voordelen zijn dit. Ja. Ja. Oké. Internet. We hebben het gehad over telecommunicatie en over televisie. Hoe staat het met de ontsluiting van Suriname als het gaat om internet? Nou, als het gaat om de ontsluiting van Suriname, als het gaat om internet, dan kan ik het verschillende manieren beantwoorden. In eerste instantie, qua mobiel, hebben wij net al gedemonstreerd ons landelijk bereik. En het is misschien even handig dat die kaart van ons mobiel bereik ook geprojecteerd wordt. We hebben niet alleen in de kustvlakte, maar zoals u ziet, gaan we steeds verder zuidwaarts waar we een internetbereik hebben. En op dit moment is het verste punt Tipu. En we plannen om verder door te gaan tot aan Alalapadu. Dat is waar wij aan werken. En op dit moment hebben wij niet overal 4G. We hebben in sommige gebieden nog 3G. Waar we mee bezig zijn nu is uitbreiden van 4G. Verder uitbreiden van 4G in Paramaribo en Wanica. En we hebben, daarmee zijn we nu bezig. En in het tweede semester, binnenkort moeten we daarmee aanvangen, gaan we naar de overige districten verder met de uitbreiding van 4G LTE. We hebben dat op een zodanige manier gepland dat wij er naartoe werken om richting eind van het jaar veel hogere snelheden dan we nu reeds bieden te leveren op ons mobiel netwerk. Dat is aan de ene kant, als het gaat om 5G, dan kan ik met trots vertellen dat als het om 5G gaat, hebben we 30 sites in het commercieel centrum van Suriname, in Paramaribo, waarbij in het commercieel centrum we 30 aantal stel sites hebben, waar wij ongeveer een snelheid halen van 1 gigabyte, op je mobiel. We bieden het voorlopig voornamelijk aan bedrijven. Vandaar dat we zeggen we zijn ermee begonnen in het commercieel centrum. En we werken verder ook nog aan de vaste lijnen. De vaste lijnen hebben wij het Telesur Nationaal Breedband project uitgerold met het fiber. En in dat kader hebben wij in eerste instantie de snelheden verhoogd naar 10 en 20 MB. En we zijn voorbereidingen aan het treffen om de snelheden verder te gaan verhogen, de pakketten aan te passen. Het ene en ander moet daarin nog gebeuren. In de meeste gevallen moeten de modems vervangen worden, omdat deze modems zijn ADSL modems. En ADSL staat voor Asymmetric Digital Subscriber Line. Het geeft aan dat de snelheden niet gelijk zijn. De downloadsnelheid is hoger dan de uploadsnelheid. En wij willen die modems gaan vervangen omdat ze ook een maximum hebben naar andere type modems waarbij we symmetrische verbindingen kunnen leveren. En we merken het met de pandemie, de uploadsnelheid wordt steeds belangrijker. Dus is het lastig om met z'n tweeën en drieën in huis te gaan streamen, te gaan videocallen of een les te volgen, omdat de uploadsnelheid te beperkt is. Dus we gaan daarin de modems vervangen. We hebben al een aantal modems daarvoor besteld. Het is internationaal ook best uitdagend op dit moment om die modems aan te schaffen. Want u moet nagaan, alle operators in de wereld zijn op zoek naar dezelfde modems. Ja, dus er ontstaat de schaarste. De prijs gaat ook nog eens een keer omhoog van de modems. Maar feit is, het is onderdeel van hoe wij verder ons netwerk aan het ontwikkelen zijn om de burger, de gemeenschap, zo goed mogelijk van dienst te zijn. De directeur heeft het gehad over de pandemie en de uitdagingen in de pandemie. Could Telesur keep up with that? Hoe is het gelukt? Ja, het is gelukt. We hebben met de supply chain, onder directoraat van ons, hebben we met de verschillende leveranciers onderhandeld. Het is altijd een gespannen situatie met de leveranciers. De chipset schaarste in de wereld zorgt ervoor dat weinig telecomapparatuur beschikbaar is.
In de zin van, je moet meer gaan betalen als je het wil krijgen als terug in Suriname. Maar we have done it. We hebben goede onderhandelingen kunnen verrichten waarbij telecomapparatuur voor uitbreidingen zijn gekomen naar Suriname. De bodem zijn ook. We zijn nu bezig met aanschaf voor de tweede batch, voor het tweede deel van het jaar. Okay. En het is altijd een gespannen sfeer, omdat de pandemie zorgt ervoor dat niet alle productiebedrijven in productie zijn. Mm-hmm. Waardoor er schaarste zijn, is op grote schaal. Zowel voor telefoons, laptops, yeah, maar ook voor telecomapparatuur en kabel. Maar het lukt. We hebben tot nu toe voor dit jaar ruim 11.000 nieuwe klanten aangesloten op ons glasvezelnetwerk, zoals de directeur dat aangaf. Van, we zijn bezig nog, 11.000 nieuwe klanten. En, doelstelling... en de bestaande klanten, want er was ook een project gaande om de bestaande klanten over te zetten. Ja. Hoe gaat het daarmee? Yes, dat gaat ook. We zijn bezig nu klanten die LTE-boxen hebben, die witte LTE-boxen. Ja. Die ja, worden gemigreerd naar glasvezel, dus ook een oproep naar de klanten toe. Graag weet je, migreren, want de LTE-box heeft een snelheid van 2.1 of 3.1. Mm-hmm. Op glasvezel start je met een 10.3 als snelheid en kan gaan 20.3 en hoger. Daarnaast hebben we de hangkoperklanten, ruim 7.000 klanten die nog over zijn. Die migreren we, die willen graag dit jaar afronden migraties, zodat we meerdere klanten hebben op een nieuw netwerk. Het netwerk is reeds daar, maar is alleen van, moeten de klanten migreren. En het oproep ook van, werk mee met de migraties. Klanten zijn niet geneigd om die LTE-box af te staan, ja, maar het is een duur product voor Telesuur, omdat het een mobiel netwerk is. Dus op een gegeven moment zullen we ook als Telesuur volgend jaar het product moeten gaan aanpassen. Ja. Dat is niet ongelimiteerd data blijven kunnen gebruiken. Daarom zeggen we klanten, stap over naar glasvezelnetwerk die reeds beschikbaar is in je gebied. En dan bouwen we af het LTE-product Fix LTE. En het netwerk kan ons allemaal aan? Yes, het kan okay, aan. We hebben de uitbreidingen 2 weken geleden afgerond van ja, internet. We hebben genoeg internetcapaciteit voor zeker de komende 2 jaar. We hebben zodanig uitgebreid dat we de komende 2 jaar geen congestie kunnen hebben. Meneer Ramlakhan, u bent onderdirecteur, technisch directoraat. Sayo, want hij is desma, tide. Want ik denk maar, kondreman, ude, Telesuur, onderhouden aan het werk, maar heb ook aan het werk. Leep de mannen door vandalisme op Telesuur infra, voornamelijk in het binnenland. Ook toen naar foto, waarom mij brokken kabel, kort de kabels, die de toe, die de man te vroeg meer. Want man bij haar, want gotro, ik kort de kabel. Nu hebben 700 mensen geen internet, dus dat is een besepsa. Als je roko, als je doet sani, luka infra, bel altijd naar 152 als je informatie nodig hebt, zodat dat infra het dan. Want als je beschadigt infra, aan een jongen, wat lotra man, nog op internet dan. En dan zijn dat nog boem. Grantangi. Director, moet ik stel je een vraag. Want ik heb een historie die me bestel een vraag eerder. Maar ik ben ook over de tarief voor Telesuur. Wat is nieuw tarief? Nou, Luko, we hebben ook een tapo. We begrijpen dat vanwege de crisis is het nog makkelijk die alasma. Mm-hmm. En we lukken voldoende op een verantwoord fasie, vandaar dat we een long op een prijs. Maar we zijn bezig dan wel, omdat, like, Masran Ramlakhan taki, een operatie zou we doen, het kost voor money. En een money zou op van nodig, voor onderhoud alasani, voor buy alasani, naar door ze ikondre, het kost een dollar. Yeah. Aman taken mooi wel, tak asane go, is habito, maar dat na fugi alas ma bribi. Maar mi wancha wap chino wan se kon ina torisi, omdat te lockdown de, unu bena no masribi te lockdown de. Omdat te lockdown de, alas ma dena oso, alas ma de tap internet, e download, e luku video, bena ala kapasiteit sou abgoa dorosi kondre tapa internationaal glasvezel, mm-hmm, bijna 100% bezet. Dat na reden dat, want 2 weken terug, toch, we blokkeren een aantal porno-sites. We blokkeren omdat we praxeren dat een vastva aan download ego. Mm-hmm. Maar dadelijk nog maar doen normaal rokotori, essentieel score, essentieel zijn die volg les. Yeah. Toch? Dus vandaar dat op het moment dat hij opraxeert dat hij moet lukken een fasie voor managing. Maar gelukkig baka dat hij vindt een fasie voor doen uitbreiding baka. Okay. Toch? Zodat
ano bede van udu moro. Dus a blok mo puro. A blok mo po, ma abede omdat abede wang noutu. Wang noutu. Ja, ja. Oké, u doren ak bafa gesprek en a gesprek dis ego ataki dis ego over a binnenland fusranang. Sa yu an tegi dings ma lek directoro, sa yu an tegi dings ma heersranang an of binnenland wa alas ma. Lugu. Mi ben aba voorrecht dat mi ben mag roken tap want peace ontsluiting voor abinneland. Toch? Usap tak, fossi, moro focus bij dit op foto. Maar onder mi leiding, mi ben mag, nanga mi collega, mi ben mag roken tap, tjaar telecommunicatie go moro fara in un kondre. Omdat ibri wasma moest ap. Telecommunicatie. Agron tapuf tide, juno kan anawa luxemoro. No. En in zo'n gebied, we nemen ik voor manier, maar omdat we luku tak e, adefanoudu, gide sma in een gemeenschap, we sukuf charen go drape. Toch? We sukuf chat digitale TV go ook to go drape. Dus ko span anu makandra, tak a ontwikkeling dis kan go doro. En hoe zorgen we dat we doen op zo'n fase dat alles maar kan tevreden? Ik loop dat dat is falk. Grand tangi Masra Antonius, grand tangi Masra Ramlakan. Voor die ube wakonja zo tide, voor leg ooit precies van Asane Waka in Abinaland voor Saranang. En u bedankt voor het willen kijken naar deze extra aflevering van In Gesprek Met. Ik hoop dat u nu toch wel een beter beeld heeft van hoe de operatie van Telesuur in het binnenland, maar ook in de kustvlakte van Suriname een beetje plaatsvindt. Op het gebied van telecommunicatie, internet en ook ATV uiteraard. Dank u wel en tot de volgende aflevering van In Gesprek Met.